heet Maaike Schorel en ik ben beeldend kunstenaar en ik maak voornamelijk schilderijen. Ik ben benaderd door het Amsterdam Museum om een tentoonstelling te maken in het Huis Willet Holthuizen. Ik vind het echt een fascinerend gebouw. Als ik in dat Willet Holthuizen heb, vind ik het moeilijk om weg te gaan of zo. Je gaat je toch ook verwonderen over de bewoners. Er is eigenlijk heel weinig bekend over Louisa en dat vond ik eigenlijk heel interessant, maar ook de manier waarop er gesproken wordt. Dan hebben ze het heel erg over Abrahams collectie, terwijl Louisa is degene die bedacht van ik laat dit hele huis en al mijn bezittingen aan de stad Amsterdam. Ik vind het gewoon een intrigerend gegeven. Het hele thema van dieren, dat is iets waar ik de laatste tijd mee bezig ben en dat is nu versterkt nu ik in dat huis ben gaan werken. Als ik bijvoorbeeld een dier in een beeld verwerk, dan moet ik soms ook heel erg gaan nadenken of inleven over dat dier. Dus het gaat niet alleen maar van, oh, ik moet een perfect portret van een wolf maken, maar veel meer van, waar staat een wolf eigenlijk voor? Dus dat probeer ik ook met A&I beelden. Ik laat nu voor het eerst werken zien die ik normaal nooit heb laten zien. Waar ik op hoop is dat als ze, nadat ze een tentoonstelling van mij hebben gezien, dat ze iets meenemen zoals een herinnering werkt. Weet je? Dus dat je zoiets hebt van, hoef niet letterlijk aan dat beeld te denken, maar dat er gewoon iets naar boven komt wat misschien onverwacht was. Dus het is eigenlijk veel meer die andere lagen die je meeneemt en die je met je meedraagt.